de ballroom. En ik heb 11 fantastische paren. 1 is nog onderweg, dus hopelijk sluit hij straks nog aan. Maar ik ga ze eerst aan u voorstellen. Onder start nummer 1, verwelkom wij Rick en Iris. Onder start nummer 2, Kevin en Sanne. Onder start nummer 3, Ronald en Danique. Start nummer 4, Bart en Wilma. Start nummer 5, Reon en Marije. Start nummer 6, René en Connie. Start nummer 7, Johnny en Jennifer. Start nummer 8, Martijn en Sharon. Start nummer 9, Oets en Esther. En start nummer 10. Alleen letten, heel goed. Okido. Inmiddels zijn we aangekomen bij het avondprogramma en een jarenlange traditie is weer in ere hersteld. De danswedstrijden op het Kerkplein. Nou hopen we alleen dat het wel een beetje droog blijft, maar goed. De eerste ballroomronde is gestart, dus laten we even genieten. En dan hadden we nu de professionals. Ja, ja. Dan komen we nu bij de debutanten. En inmiddels hebben we gewoon, zoals ik het al zei, al regen. Maar het is wel heel gezellig. Het is wel heel gezellig, zo, ja, zeker. Toch? Dat wel, dat wel. Hoe blij ben jij dat deze traditie weer in ere is hersteld? Het is voor mij inderdaad al jaren geleden dat ik hier heb gestaan. Dus eigenlijk ben ik best wel blij dat het er terug is. Het is alleen jammer dat het nu een beetje wegregent. Ja. Maar ik ben wel blij dat we weer kunnen laten zien wat de dans... Nou, dit is wel heel jammer. Maar het is wel heel gezellig, ja, zo. Ja, dat wel. Weet je, de sfeer zat er verder wel in. Ik zie zelfs nu nog mensen lachen, dus dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar... Oh, er staan mensen heel romantisch onder paraplu's. Oh, wat erg. Nou ja, wat doe je dan als het zo hard regent? Gewoon een soort van vakantiegezellig gevoel creëren, toch? Dan maak je er het beste van. Een soort van dansjes worden er dan gedaan. Ik heb ineens het gevoel alsof ik op een echt en heel gezellig feestje terecht ben gekomen. Inmiddels hebben we wat mensen voor dweilen opgetrommeld. Ik kan natuurlijk ook even vragen of het moet helpen. Of niet. Volgens mij werkt het nog niet heel erg, want het blijft regenen. Wat hoorde ik jou net zeggen? Waar wil je terug naartoe? Ja, ik wil weer terug naar de stadsbal. Ik bedoel, Meppel dansen is toch geweldig. Het weer zit een beetje tegen. Maar het zou toch geweldig zijn dat we zo'n dag als dit afsluiten met een stadsbal. Bijvoorbeeld in de grote kerk hiernaast. En hoe moet dat er dan uitzien? Ik heb nog geen idee, maar dat schiet oh, hartstikke leuk. Ja, ik schiet er zo te binnen, weet je. Ik bedoel, ik verzin ze te plekken. Maar dan ben je in ieder geval niet weersafhankelijk. Dat is het belangrijkste en dat ben je nu wel. Ik heb net een telefoontje gehad en als het goed is duurt het nog 10 minuten. Okay. En dan is het ook echt droog en dan blijft het droog. Ja. You'll never feel happy.
En ik dacht, was het zo goed? Is er regen, hoe jammer is dat? Dus het programma wordt ingekort. Maar er is nog wel een heel tof ander onderdeel. Dat is namelijk La Blast. Nieuwe workout, een dansworkout. Echt heel erg tof. Dus we moeten nog heel even wachten totdat wederom deze bui voorbij is en de dweilploeg. En dan gaan we kijken naar La Blast. Het is geen natuurlijke... Timo, heel goed. Gewoon mee. Op het podium van alles. Oké, daar gaat het. Omdat het zo regent is de wedstrijd afgelopen, maar hebben we nog wel dit leuk. Dus gaan we even meedoen. Hoe leuk was dit? In de regen, de afsluiting voor ons van deze donderdag Meppeldag, dag van de dans. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot volgend jaar. Ja, je mag meeklappen met z'n allen. Gezellig.